De film die u gaat zien vertelt van een ware gebeurtenis. Ze geeft u één enkel voorbeeld van het verzet, zoals dat in de jaren 40-45 door duizenden landgenoten werd volgehouden. Er werden door de bezetter, die ons het nationaal socialisme wilde opdringen, hele groepen van de bevolking vervolgd. Onze Joodse medeburgers bijvoorbeeld, die werden gedeporteerd. Arbeiders en studenten die in Duitsland moesten gaan werken. Vele anderen die, soms alleen, soms in de meest kleine organisaties, trachten de geest van het verzet levendig te houden. Werden die makkers uit het verzet gearresteerd, dan zette men alles op alles om te trachten hen te bevrijden. Van dit laatste vertelt ons de film De Overval. Die film is een voorbeeld hoe mensen hun eigen leven gingen wagen om dat van anderen te redden. Die film is een voorbeeld hoe er 5 jaar lang onder heel moeilijke omstandigheden ook in ons land gevochten is voor de vrijheid. De vrijheid die wij nu weer als de doodgewoonste zaak van de wereld beschouwen. Wij van de Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet hopen dat die film u begrip bijbrengt over iets dat in het leven van ons ouderen ontzaglijk belangrijk is geweest. Wij hopen vooral dat de herinnering aan die daden van moed en zelfopoffering u bij zal blijven in het verdere leven, zodat, mocht onverhoopt het noodlot ons weer in een dergelijke situatie brengen, de eventuele vijand de jeugd van Nederland geestelijk weerbaar zal aantreffen en bereid om het hoofd te bieden aan de moeilijkste omstandigheden. Thank you.
Kapot. Diese 7 Mann vorführen. Jawohl, Unterstuhlführer. Wat is er een handje op? Ze gaan er 7 neerschieten. Voor Marseille, voor die aanslag van gisteren. Morgen. Albers. Ransom. Guten Morgen, Herr Hauptsturmführer. Herr Voss. Terroristen hebben 2 van mijn beste mensen gewond. Kom ik bevrijden van een paar logees van u. Bakker. Abführen. Ohne den. Ach. Augenblick. Herr Bakker. Der Mann bleibt hier. Gewehr! In Anschlag! Auf die Wagen! Schnell! Nicht so viel lahme Enden! Thank you.
Was het Dirk? Ja. En de oude van Rijn. Ik ben zo gauw mogelijk terug. Naam uit Fortuin. Hoe zit die plakaten? Dank. ...200 exemplaren in de ganze provincie. Sofort nach der Erschießung. Personalakte Bakker, bitte. Herr Bakker, lass ihn bitte reinkommen. Komm schon rein. Bitte nehmen Sie Platz. Schauen Sie sich nur ruhig an. Das sind die Konsequenzen, mein lieber Herr Kollege. Von diesen sinnlosen Aventüren. Ein handvoll Misstätigers. Bei ihm ist zusammenspannt. Diese Partisanen. Diese sogenannten Versetzhelden. Verdammter Scheiße! Also hören Sie mal gut zu. In 20 Minuten werden 6 von Ihren Landsleuten als Repressalie füsiliert. Dann sei, Mai innerhalb, binnen, die 20 Minuten vertellt, war und wie ist Piet Kramer. Allemaal voor niks, Piet. Zie je, dat is nou precies de hele bedoeling van die Groentman. Dat we dat denken. Hij heeft alleen die 6 onschuldige mensen laten neerschieten in de hoop dat wij niks meer durven ondernemen. De Engelsen. Die jongens zijn het makkelijk. Die hebben een uniform en een commandant die zegt dit moet wel en dat mag niet. Maar wij mogen het zelf uitzoeken. Sneer die nergens iets mee te maken hebben. Maar we konden toch niet anders. Ik heb vannacht wel 1000 maal hetzelfde gedacht. Maar we moesten toch wel proberen inspecteur Bakker uit de handen van de SD te krijgen. Na alles wat hij weet over ons werk. Ja. Nou, er was geen betere mogelijkheid dan op de weg tussen Leeuwarden en Sneek. Natuurlijk. En als we doorgevochten hadden, dan had inspecteur Bakker eraan gegaan. Ik wil er niet aan denken wat die man nou te wachten staat als hij niet doorslaat. Ja. En voor zover Groentman nog niet wist hoe belangrijk Bakker voor ons was. Sinds gisteren weet hij het wel. En zo weiter. En zo weiter. En zo weiter. Wij gaan verder. De politieagent van der Veen, die arresteerd is wegens medeplichtigheid aan de ontvluchting van 2 KP'ers uit het politiebureau te Sneek, heeft bekend dat hij gehandeld heeft op instructie van inspecteur
Bakker. Sie sehen, mein Lieber, wir hatten diese Schweinerei von gestern gar nicht nötig. Um ein ganz klares Bild drüber zu bekommen, dass Ü in naue Betrecking staat mit diesen Herren vom Fazett. Ist noch viel mehr in dat Dossier. Maar dat komt later. Uhr läuft. Je hebt niet veel tijd meer. Zigarette? Dank. Abstinenzler. Wir mussten eigentlich alle dem Vorbild des Führers folgen. Ich bin ein Verrutroker. Hören Sie mal, Herr Bakker. Wirklich. Ik apprecieer uw loyaliteit tegenover uw vrienden. Maar u gaat te ver. Als u daar 6 mensen voor opoffert. Nutteloos opoffert. Wij beschikken over meer dan voldoende gegevens om die ganze groepe van Piet Kramer in een paar dagen te arresteren. Ook zonder uw medewerking. Dan begrijp ik niet dat u zo'n prijs stelt op mijn verraad. Ich bin verantwortlich für Ordnung und Ruhe in dieser Provinz, Herr Bakker. Ein laffer Overfall als der von gestern heißt eine direkte Reaktion. Grundmann hier. Moment. Ik kan u over Piet Kramer niets meer vertellen dan u blijkbaar zelf al lang weet. Erschießen. U hecht blijkbaar niet veel waarde aan het leven van andere mensen, Herr Kollege. Nog aan dat van mijzelf. Onder deze omstandigheden. Mies. Niet direct wat we behoefte aan hebben. Hè? Het spijt me, jongens. Het is alweer over. Wat had je voor me? Ga direct naar Snake en zeg dat tegen de jongens dat ze voorlopig niets moeten ondernemen totdat ze nadere instructies krijgen. Hè? Ja. En fiets meteen eventjes langs Wim. En zeg dat hij vanmiddag hier moet komen. U blijft volhouden dat u Piet Kramer nooit hebt ontmoet? Herr Bakker? Hören Sie sich das dan wel aan. Bitte. Politiebureau Sneek. Inspecteur Bakker, alsjeblieft. Ogenblik. Ik voel met u door. Hallo. Heer inspecteur Bakker. Met Piet Kramer, meneer Bakker. Wij zouden nog iets afspreken over die vispartij. Oh, ja. Die gaat niet door. Ah, dat is jammer.
Ja, het komt het weer. Is te slecht in de buurt van het Snekermeer. Wij kunnen dat beter uitstellen. Zal ik u dan weer bellen? Ja, met een dag 14. Hier stemmen. Herr Bakker. Uw stem, meneer Bakker. Oh, ja. Dat telefoongesprek werd gehouden op het moment dat wij weer wapendroppings van de Royal Air Force verwachten. Onze mensen hadden bevel die ganze omgeving van Sneek, kanalen, meren, te controleren. U wist dat. Die verzetskerels van gisteren hebben hun leven gewaagd om u te bevrijden. Ik laat u een telefoongesprek tussen u en Piet Kramer horen. Hoe kunt u dan nog blijven ontkennen dat u contact met hem hebt gehad? Ik heb alleen maar gezegd dat ik Piet Kramer nooit heb ontmoet. Ik weet niet waar hij is. U weet net zo goed als ik dat ieder persoonlijk contact in het verzet zoveel mogelijk wordt vermeden. Dat is goed. Vertelt u mij dan wie uw contactman was? Dirk Rensen. U hebt hem net laten neerschieten. Erzählen Sie keinen Quatsch, Bakker. Fassen wir uns kurz. Ich bin absolut sicher, dass du mich doch auf die Spur von Piet Kramer könnt bringen. Ich gebe euch 2 Uhr die Zeit. Als u dan niet spreekt, bedauwen, dan zal ik tot mijn spijt genoodzaakt zijn u met andere methoden tot spreken te dwingen. Dauma. Is Wim in de buurt? Wim is aan zijn werk, zoals het hoort. Het zou voor jou ook beter zijn dat je betrekking zocht, in plaats van achter die jongens aan te lopen. Ah, een eigen mooie misje. Wat had je? Piet vraagt of je vanmiddag komt. Er zijn 6 mensen doodgeschoten. Represaille van gisteren. Ik kan u niks meer vertellen. Johansen. Een patiënt. De jongens begrijpen het niet, Piet. Dat tuig zit nou 4,5 jaar hier en onze mensen zitten hier midden in onze eigen stad gevangen. In Arnhem heeft de KP toch ook de hele gevangenis leeggehaald. Ja, maar in Amsterdam is het 2 keer mislukt. Risico's zijn er altijd. We moeten Bakker uit hun klauwen krijgen voor het te laat is. Ja, jongens, ik begrijp het. Dan kom nu hier. Hier heb je de situatie. Hoge muren waar we nooit overheen komen. Water aan 3 kanten.
Deze muur nog eens extra hoog. En zelfs als we er overheen kunnen klimmen, dan is hier recht tegenover de ortscommandantuur. Dag en nacht moffen. En als we binnenkomen, dan is één schot voldoende om binnen een paar minuten de hele weermacht op onze nek te halen. Dan schieten we niet. Ja. En wij met onze blote handen tegen al die bewakers die allemaal gewapend zijn? Op de meeste kunnen we rekenen. Hoe dacht je dat zij zich voelen na die executie van vanmorgen? Nee, jongens, is te gevaarlijk. Hoe meer mensen zonder ervaring, hoe groter de kans op lekken. Zeg, wat denk jij van Jellema, Piet? Jellema? Ja. Ik denk wel dat ik hem meestal kunnen krijgen. Goed, probeer het. Maar neem zo weinig mogelijk risico. Hij mag niet te weten komen dat het om bakken gaat. Ieder contact tussen die twee is gevaarlijk. Dag, Bultema. Dag, Jellema. Hetzelfde recept. Had jij dienst gisteren, Jellema, aan de overkant, toen ze ze weghaalden? Ja. Zou die moffen soms aan hun strot vliegen, hè? Ja, maar zij hebben de wapens. Ja. Soms schaam je voor dit pakje, hè? Maar waarom moet ik anders? Jij moet blijven waar je bent, Jellema. Dat is het beste voor iedereen. Zeg, heb jij een ogenblikje voor me? Nou? Jannie, pas jij even op de winkel? Kom eens mee. Ik wou jou even vertrouwen iets vragen. Ga even zitten. Jellema. Zou je me een grote dienst willen bewijzen? Als het in mijn bereik ligt. Kun je me aan een plattegrond helpen van het hele gevangeniscomplex? Nou, dat is niet zo makkelijk. Ik moet uit de kamer bij Koopman komen. Die Moverknecht vertrouwt me voor een cent. Houdt me voortdurend in de gaten. Ja. Als onze oude directeur er nog maar geweest was. Probeer het. Vandaag nog. En kom vanavond hier met die plattegrond. Zullen zien. Zullen zien. Dit is enorm belangrijk voor ons, Jellema. Zullen zien. Zeg Joop, heb jij hier een plattegrond van de gevangenis? Eén ogenblik, Koopman. Het moet wel tot eind van de week klaar. Ja. Mooi, meneer Koopman. Handje kop.
Ras controleren. Ja. Maar is het nou niet beter dat we met z'n drieën blijven? Zij weet meer dan wij allemaal bij elkaar. Oh. Nou kijk, dit is de oude strafgevangenis. Daar zitten de, nou laten we zeggen, de echte misdadigers. Sommigen van voor de oorlog. En hier heb je het huis van bewaring. Daar zitten jullie mensen. De politieke gevangenen dus. Ja, hè? Dat weten we, Jellema, maar hoe komen we erin? Nou, dat is het hem nou juist. Kijk, hier heb je de hoofdingang. Deze deur kan alleen maar van binnenuit open. En dit is de verbindingsdeur van de administratie naar het huis van bewaring. Idem dito, alleen maar van binnen open. En dit is de verbindingsdeur van het huis van bewaring via de binnenplaats naar de strafgevangenis. En de sleutels? Waar blijven al die sleutels? Nou, elke avond om 7 uur, dan worden dus deze deuren van binnenuit gesloten. En dan brengen ze de sleutel hier doorheen, sluiten van buitenaf, naar de strafgevangenis. En wie brengt die sleutels weg? Om de beurt, deze week ik. Dus jij zou duplicaten kunnen maken? Misschien. Wat heb je nou aan duplicaten van sleutels en deuren die alleen maar van binnen opengaan? Nee. Alleen de sleutel van de binnenplaats zou zin hebben. Maar dan moeten we over die muur. Veel te hoog en veel te riskant. Ja, wacht nou eens even. Er is nog... Er is nog wel een manier. Kijk, in de muur van het huis van bewaring is nog een deur. Het zogenaamde kolenpoortje. Kijk. Hier meerde vroeger de kolenschuit en daardoorheen brachten ze de kolen naar binnen. Verrek, dan zijn we er bijna in. Ja, maar die sleutel moeten we hebben. Ja, zeg eens wat. Ik heb geen idee waar ze hem bewaren. Probeer het uit te vinden. Alsjeblieft, probeer het uit te vinden. Zeg je ook? Weet jij waar die sleutel van het kolenpoortje is? De sleutel van het kolenpoortje? Wacht eens. Ik geloof in de sleutelkast van meneer Vos. Nummer 13. Hoe krijgen we hem eruit? Voor hoe lang? Een paar minuten. Wacht maar even. Kunt u de 24 niet vrijmaken? Ja, 24. Binnen? Nee, dat zal moeilijk gaan, meneer Vos. Meneer Vos. Of ik. Mag even de sleutel van het archief. Ga je gang maar. Dank u wel. Of ik zou een paar mensen van 24 naar 36 over moeten kunnen brengen. Wie hebben we in 36? 36, wie hebben we? Nee, dat kan niet. Want 36 moet Einzel afblijven. Wie zit er dan? Oh, nee, Tadema, nee, dat kan. Ja, maar als we nou Tadema naar boven brachten. Goed, breng je de Tadema naar boven. Hè? Als ik nou Tadema naar boven breng. En dan nemen we in 36, ja. Nemen we Ebers en Van Wely. Ebers en Van Wely in 36, ja, dat kan. Dit is ons voorstel. We wachten op een geschikte donkere avond. En dan verzamelen we hier. We gaan met bootjes over tot bij de gevangenismuur. En dan gaan we binnen door het kolenpoortje van de binnenplaats. Wanneer krijg je de sleutel? Ja. Morgen. Vandaag maakt Jellema de afdruk. Zeg, weet Jellema precies wat voor grote risico's hij loopt? Natuurlijk. Hij moet na de overval dadelijk duiken. Mooi. Ga eens verder. Via de binnenplaats kom je in het huis van bewaring door deze deur. Sleutel nummer 2. Jellema moet een afdruk maken. We grijpen de bewakers. We halen onze mensen uit de cel. Nee, wacht eens even. Dat kan hoor. Waarom niet? Wijs eens aan, waar zit de alarmbel? En hier, een drukknop op dit bureau. Mooi. Je komt deze deur binnen. Hoe ver is dat van die alarmbel? Hoe ver is dat weer? Metro 25. Dat duurt veel te lang. Stel je nou eens voor, je bent de bewaker daar achter dat bureautje. Het is midden in de nacht. Je hoort de deur van de binnenplaats opengaan. Je ziet een paar wildvreemde mensen. Nou, die man die slaat onmiddellijk alarm. Voor die tijd schiet ik hem neer. Ja, en binnen een paar minuten staan de... knapen van de Weermacht voor je deur, dan sta je er terug weg af. Nee.
Dat risico is te groot. Elk plan heeft risico's. Ja, maar deze wil ik niet nemen. Jurist. Merci. Goedenavond. Goedenavond. Jellema. Hm? Ik dacht dat je die misschien nog wel eens nodig kon hebben. De namen van de gevangenen en hun celnummers. Dank je hartelijk, joh. Als u morgen brood komt halen, dan krijgt u bij bakker Bultsma de sleutel. Wilt u hem dan meteen proberen? Ja, dan krijgt u morgenavond terug. Zelfde plaats, zelfde tijd. En graag net zo, als het kan. Beter gaan. Wie heeft dat gedaan? Johans. Rothond. Kan ik nog iets voor u doen, meneer Bakker? Mensen die dat moeten weten. Wat u mij te vertellen hebt, is voor mijn beroepsgeheim. Het is een waarschuwing. Gaat u dan naar. Half uur, tante Beth? Ja. Ja, dankjewel, Klaas. Is het paard in zijn been? Nou, het gaat nog wel te veel, niet erg. Beste man van hoop, hè? Ja. Vandaag. Tante Beth, wel de bonnetjes. Wat wenst u, meneer? Oh, ik wacht nog wel even. Bent u Happy Bilsma? Wat kan ik voor u doen? Ik ben dokter Wachterna. Ik heb een boodschap voor u. Van inspecteur Bakker. Een sneek. Die ken ik niet. Ze hebben hem gemarteld. Hij verdraagt het niet langer. Hij vroeg me u te zeggen dat als het nog langer duurt, dan houdt hij het niet. Dat is alles. Ik heb geen idee waar u het over hebt. Jannie. Bakker houdt het niet meer, Piet. Hij zou toch nooit geriskeerd hebben om dokter Warten naar een appie toe te sturen als hij niet doodsbang was. Voor ons allemaal. Die overval moet nu gebeuren. We hebben geen keus. Bakker moet eruit voor die doorslag. Hier. Een lijst met alle namen en celnummers. En Jellema zorgt voor die andere sleutels. Is de sleutel van het kolenpoortje er al? Probeert die vanavond. Mies kan er elk ogenblik mee hier zijn. Als die overval zou kunnen slagen, met alle risico's, dan begint pas ons grootste probleem. Er zitten van onze mensen veel en veel meer dan we eruit kunnen halen. We hebben niet bij benadering van onderduikadressen. En wie gaat er nou beslissen, die wel
En die niet. Toch zal dat moeten. Wij? Want wij doen het? Nou nee, dan moeten we eerst bespreken met de mensen van de andere organisatie. Maar wij doen het toch? Nee, nee, nee. Nee, we kunnen dat niet alleen beslissen. We hebben ze ook dan nodig voor de duikadressen. Nee, we moeten ze inlichten, zo gauw als maar kunnen. En dan moeten we... Gebroken. De rest zit in het slot. Er is geen beweging meer in te krijgen. No. Stil, jongen, stil. We laten ons niet eronder krijgen. We laten ons niet kisten. Goed bedenken dus dat we na 7 uur niet meer binnen kunnen. Zelfs de politie kan er niet meer in. Hoe komt de politie dan voor 7 uur binnen? Wat zijn? Ik vroeg hoe de politie voor 7 uur binnen kan. Dat is het. We laten ons insluiten. Agent Teunissen. Ja? Die is gedoken, de boerderij bij Klaas. Ga daar direct heen. We moeten weten wat er gebeurt bij de hoofdingang als de politie de gevangenen aflevert. Hij kan het weten, want hij heeft het vaak genoeg zelf gedaan. We moeten precies weten hoe dat gaat. Zeg, ik heb dringend een paar inlichtingen nodig. Ah. Ik heb niet veel tijd. Kun jij me helpen? Wat moet je dan weten? Kun jij me vertellen hoe het precies gaat als de politie iemand naar de gevangenis brengt? Ze bellen tevoren van het hoofdbureau naar de gevangenis. En dan zeggen ze, daar komen zo en zoveel arrestanten en daar komen zo en zoveel agenten. Dat telefoontje wordt dan gecontroleerd vanuit de gevangenis. Wie doet dat? Vos en... Koopman? Ja, Koopman, ja. Die bellen dan op en die vragen om bevestiging. Ja. Maar punt 2. Als ze komen, dan moeten ze een insluitingsbevel hebben dat getekend is door de commissaris. Want die portier die maakt die deur niet open voordat het insluitingsbevel is gecontroleerd bij de administratie. Mooi. Hoe komen wij aan zo'n insluitingsbevel? Huh? Nou, dat zal heel moeilijk gaan. Die liggen op het bureau van de commissaris. Nou, die kerel is fout. Je zult iemand moeten vinden die geregeld in zijn kamer komt. Een secretaresse? Nee, 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 die is ook fout. Hè. Wacht, misschien kan die Turksman het wel doen. Is die betrouwbaar? Ja, als een huis. Goed. Ja, maar wacht, je moet ook nog een agent hebben die... bekend is bij de portier van die gevangenis. Ben jij wel eens mee geweest met zo'n insluiting? Ja, wel vrij genoeg. Maar ik niet hoor. Ik doe dat niet. Stel je voor dat die portier weet dat ik gedoken ben. Dan gaat de hele zaak mis. Nou, misschien kan die Turksma het doen. Kennen ze hem bij de gevangenis? Ja, ze kennen hem heel goed. Goed, waar kan ik hem vinden? Op het hoofdbureau. Hoe ziet hij eruit? Hoe ziet hij eruit? Een gewone kerel. Heel aardige vent. Hij is een beetje rossig. Oh ja, hij draagt zijn petje. Draagt hij altijd zo. Achter op zijn hoofd. Bedankt. Papa. Zeg voorzichtig, hè.
Binnen. Zo. Hebt u het Rijk alleen? Het is al van uw dienst. Ik wil graag de commissaris even spreken. Met die zeker vissen, hè? Vissen, ja, ja. De commissaris is een obersturmführer Grundmann. Wat is er van uw dienst? Ja, ik had hem graag even persoonlijk willen hebben. Bij aanvullingen beloofd. Misschien wilt u iets voor hem achterlaten? Nou, nee. Dan kan ik niets voor u doen. Goedemiddag. Nou, wat is er nou? Ruikt u niks? Die kachel stinkt hoor. U mag wel oppassen. Hé, Jezus, dat moet me nou niet gebeuren. Ik geloof het ook. Dat hebben we nog nooit gehad. Het verraderlijke is dat je er zelf niks van merkt, hè? Als je er middenin zit. Ik ruik nou zelf ook niks meer. Naar een zuster van mevrouw. Die is in slaap gedommeld in een stoel bij de kachel. En toen de man thuis kwam na het biljarten, is er tot de dokter en de ambulance aan te pas gekomen. Hoor. Ik zou het raam erop zetten, dan wil ik wel even iemand sturen. Historiekamer. Ik zal vast openslaan. Matthäus 6 maar. Goedemiddag. Matthäus 6. We weten dus allemaal waarover het gaat. Ik wil beginnen. Zegt de Vries, wie geeft de uitleg als dat nodig mocht zijn? Zal ik dat doen? Nee, nee, dat doe ik liever zelf. Ga je gang, Kramer. Nou mensen, we zitten voor een niet zo eenvoudig probleem. We zijn natuurlijk allemaal van overtuigd dat we die gevangenis binnenkomen en er ook weer uit. Zonder dat die mof wat tegenover jullie zien? Het lijkt me beter, Halbert Sma, voor ons allemaal dat wij niet op de hoogte zijn van de details van Kramers plan. Zoals u wilt. Ga door. Zwarthandelaar en dergelijke niet meegerekend, zitten er op het ogenblik ongeveer een 200 mensen in het huis van bewaring. Zoveel kunnen we in Leeuwarden en omgeving, 's avonds binnen een uur natuurlijk niet laten onderduiken. De vraag is dus, wie kunnen we meenemen en wie niet? Dat is een verantwoordelijkheid die ik als KP-commandant liever niet alleen draag. Ja. Wat denk je dat er gebeurt met de mensen die je laat zitten? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat is natuurlijk moeilijk te voorzien. Peters, wat denk je? Tja, ik kom daar ook zo ineens maar voor te staan. Daar zou ik nog wel eens even over willen nadenken. Dat is een gruwelijke beslissing. Of tenminste, dat kan het zijn. Ik heb voor deze bespreking precies een uur uit kunnen trekken. Goed, ik geef natuurlijk toe als die kraak lukt, dan red je mensenlevens. Als je niet al die mensen kunt redden, en de Duitsers gaan straks weer hun represailles nemen, zeggen wij dan achteraf nog, het is goed dat we het gedaan hebben. Ik vind het wel afschuwelijk hoor, om daar bij die cellen te komen en dan tegen de een te zeggen, jij mag eruit en tegen de andere, jij blijft zitten. Als je dan weet dat die man zijn dood kan zijn. Maar wat is je conclusie? Laat hem nou toch uitspreken. Als Grundmann represailles neemt, is het toch zijn eigen verantwoording. Jawel. Maar wij geven hem de aanleiding. Maar in verband met wat Peters zojuist zei,
moet ik jullie nog een detail vertellen. We hebben er lang over nagedacht, de jongens en ik. We zullen proberen die overval zo uit te voeren dat er niet één schot gelost wordt. Een geruisloze overval? Kom nou, de bewakers zijn allemaal gewapend. Er zal geen druppel bloed vloeien. Tenminste, dat hopen we. En ik betwijfel of er dan represailles zullen komen. Ja, dan is er een kans dat ze die represailles niet nemen. En dan is er nog een ding. Ik geloof dat we dat voorop moeten stellen. De meeste van onze verzetsmensen hebben geen schijn van kans om ooit nog levend uit de gevangenis te komen als wij ze niet eruit halen. Ja, je hebt gelijk, Kamer. Nou, in ieder geval proberen we het dan. Tenminste, met een deel daarvan. Afgezien van het feit dat als wij inspecteur Bakker niet direct uit de gevangenis halen, alle toppen van de verzetsorganisaties in Friesland gevaar lopen. Ook jullie. Groot gevaar. Ja, ik ben het volkomen met Kramer eens. Meneer Bilsma zei dat u helemaal niet kende toen ik die boodschap overbracht. Dank u wel. Dokter. U moet mij nog eens helpen. Als ze weer beginnen met die ondervragingen. Ik moet niets geven, iets wat ik kan. Kan inslikken of doorbijten. Ik ken 50 namen en adressen, dokter. Ik weet waar de Engelsen de wapens stoppen. Ik weet waar de KP de wapens verborgen houdt. Uit me zou kunnen pompen, maar ik ken ze nou. U moet mij helpen, dokter. Er zijn 6 mensen neergeschoten alleen omdat ik niet wilde praten. U moet het nuchter bekijken. Ik ben helemaal alleen. Ik heb helemaal geen familie. En wat betekent 1 mensenleven als je 50 anderen kunt redden? 50 is voor mij een getal. Maar u bent er 1 die ik ken. U moet mij iets geven, dokter. Er is niemand die zoveel namen en adressen weet als ik. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. 20, nou 30, dat lijkt me echt wel het maximum dat je zo vlug kunt laten onderduiken. Dus moeten we proberen het eens te worden over de richtlijnen voor onze keuze. Wacht nou eens even, ik heb hier de lijst met de namen van alle gevangenen. We zijn het natuurlijk allemaal eens over de sabotage en de spionagegevallen. Uh-huh. Illegale drukkers, mensen die onderduikers geholpen hebben. Maar hoe zit het met de spoorwegstakers? Die moet eruit. Hoezo? Die lopen toch niet zo'n groot gevaar? Nee. In Groningen en Drenthe zijn anders toch ook maar 8 spoormannen die er zomaar gevangen zaten als represaille gefusilleerd. Die spoorwegstaking zit de Duitsers heel hoog. Hoeveel spoormannen zitten er? 4. Neem die dan mee. Akkoord? Akkoord? Akkoord. Jij? Akkoord. Heb acht dat gij uw armoes binnen niet doet voor de mensen. Hier is Bakker Bilsma voor meneer Kramer. Een ogenblikje. Ga je gang. Dan gaan wij intussen verder met de lijst. Wat is er? Turksma heeft een insluitingsbevel. Maar hij gaat niet meer naar de gevangenis. We hebben toch allemaal afgesproken? Hij doet het niet. Zijn vrouw heeft hem uit zijn hoofd gepraat. We kunnen morgen de hele zaak wel vergeten. Luister, Happy. Wij gaan door. Mies waarschuwt de jongens. Wim regelt de wapens. En jij zorgt voor een politieman die meegaat naar de poort. Kom, schiet op en probeer het. Vergeet de jongens van de telefoondienst niet. Die komen vanavond om 6 uur. Hoe wil je trouwens nagaan? Van meer dan de helft ontbreken alle gegevens.
Bij de onderduikers zijn kerels die geweigerd hebben voor de Duitsers te werken. Die kun je toch niet laten zitten? Dat is nou net wat ik wou voorstellen om wel te doen. Dat ben ik dan absoluut niet met je eens. Er is één punt dat mag helpen. Welke politieke gevangenen lopen speciaal gevaar? Maar mensen, waarom zit ik hier dan eigenlijk? We dragen allemaal samen de verantwoordelijkheden. Maar ik moet in alles afgaan op wat Kramer zegt. Ik vraag, hoe zet je de zaak op? Geen details. Ik zeg, de onderduikers moeten eruit, lopen geen gevaar. Kramer moet weg. Wij moeten nu tot een beslissing komen. Ik stel voor de lijst met namen nu vast te stellen. Ja. Postumus. Ja. Wipperda. Uit vandaag. Jij ook. Zeg, Piet Kramer vraagt of je morgen naar Leeuwarden wil komen en bakken Bulsma op de Oostergracht. Laat? Om 4:30 met gimpjes en masker. Een overval? Dat weet ik niet, maar dat zul je wel zien. Moet je niet naar binnen, een kopje koffie drinken? Nee joh, ik heb geen tijd meer, ik moet er weer vandoor. Is de baas? Ah goed, alleen heeft hij voor niets en niemand meer tijd. Die is alleen maar bezig met zijn plan. Is toch de fijnste vent die je kent, hè? Nou en op. Nou. Nou Wies? Dag, Mies. Piet Kramer wil dat jullie morgen allemaal om 4:30 bij Bakker Bultma in Leeuwarden komen. Kom voor elkaar, kan u op rekenen. Fijn. Oh ja, en vergeet je gimpjes en je masker niet. Nee, nee, nee. Goed, dag. Dag. Hallo, Tienes. Hé, hey, dag, Mies. Zeg, Piet Kramer vraagt of je morgen om 4:30 in de bakkerij wil komen bij Appie Bultma. En breng je gimpjes en je masker mee. In orde, ik zal er zijn. Fijn. Dag. Dag. Kom binnen. Hoi, ik ben Jan. Jan? Met Theo. Theo. Dat wat wij willen, kan dat? Technisch gezien, ja. Mooi. Het gaat om 3 punten. Voor alles moet natuurlijk de bakkerij aangesloten worden, kan dat? Nee. Mooi. Punt 1. De SD-lijn afluisteren om te horen of Grundman morgenavond in Leeuwarden zal zijn of niet. Als hij dat weet, bel je onmiddellijk hier naar de bakkerij. Punt 2. Wij bellen precies om 5:00 vanuit de bakkerij naar het huis van bewaring. Punt 3. We beginnen om 5:45 precies. Om 6:30 moeten we eruit zijn. In die tussentijd mag niemand, maar dan ook niemand, het huis van bewaring telefonisch kunnen bereiken. En als Walter of Grundman belt, wat dan? Kun je in gesprek geven? Ja, natuurlijk, maar als Grundman een paar keer gebeld heeft en elkaar steeds in gesprek, dan belt hij ons op en dan moeten we hem doorverbinden. Wat hadden jullie dan gedacht? Kleine technische storing. We zijn ermee bezig. En om 6:30 is de lijn weer vrij. Mooi. Er hangt veel van jullie af. Alles moet tot op de minuut kloppen. Jan.
Ik heb ze allemaal geprobeerd. De een is ziek, de ander is te oud, maar het gaat erom, ze zijn bang. Iemand moet het toch doen. Het hangt allemaal op je ene agent. Waarom proberen we Teunissen niet nog eens? Hij doet het beslist niet. Hij kan het niet doen. Ja, het moet. Als we te lang denken, dan kunnen we het geen van allen meer. Ik ga naar hem toe. Ik ken hem beter. Je zal het zien. Wil jij dat voor mij afgeven in cel 10? Cel 10? Ja, inspecteur Bakker, cel 10. Ik heb vandaag geen bezoekdag. Een medicijn die dringend nodig is. Goed, geef maar in. Het is belangrijk. De dokter zei dat u dit meteen moest hebben. Bedankt. Handen omhoog, Jellema. Deze pistool af. Wat is er aan de hand, meneer Koopman? Hier wordt gesmokkeld. Hoe komt u daar nou bij? Dat zullen we gauw genoeg zien, Jellema. Ga die cel in. Wat heeft hij je gegeven? Nee. Je mond open. Verder. Tong omhoog. Je bent gearresteerd, Jellema. Kom. Wanneer? Vandaag 5:45. Ik moet het nu weten. Kun je niet een paar uur de tijd geven om daarover na te denken? Als je het over een paar uur weet, dan kun je het toch nou ook zeggen. Maar hoe zit het dan met het insluitingsbevel? Stel dat ze mij herkennen. Bij die poort. Wat dan? Ons kind kan iedere dag geboren worden. En gelukt ik door het. Niet als Kier met Bakker. U beveelt in strafgevangenis. Ik zal direct opdracht geven, Herr Untersturmführer. Verder Jellema blijft in Einzelhaft. Dr. Wartenau übernehme ich. Danke. Is Koopman daar? Hoe laat heb je? 3 minuten voor 5. Nog voor mijn vader. Ja? Prima. Bedankt. Daar. Groenman is naar Harlingen. Mooi. Laten we hopen dat hij er blijft.
Piet. Wat is er? Piet, er staat een wagen van de SD voor het huis van bewaring. Laten we hopen dat hij op tijd weg is. Blijf jij hem in de gaten houden. Zeg, Mies. Jij hebt toch het adres van mijn vader, hè? Ja, Piet. Er gaat niks fout. Ja, hallo. Met het huis van bewaring? Ja, hier met het hoofdbureau van politie, de wachtcommandant. Kunt u mij doorverbinden met meneer Vos? Ja, ik wacht nog, ja. Ja, meneer Vos, met het hoofdbureau van politie, de wachtcommandant. U krijgt straks 3 zwarthandelaren. Ja, om 17:45 zowat. Ja, kunt u het doorgeven aan de administratie? Goed, ja. Bedankt. Alles is veilig. Zo, jongens. En nou maar wachten tot ze terugbellen. Bureau van politie. De wachtcommandant. Ik zal u doorverbinden. Ja, wachtcommandant. Dat is in orde, meneer Koopman. Ik heb meneer Vos gebeld, ja. U krijgt 3 arrestanten en 2 man van ons. Ja, 17:45. Dank u. Nu wat betreft de mensen die vrij moeten. Eppie? Ja. Jodokus? Ja. Gerard? Ja. Hebben jullie de lijsten met naam en celnummers? Ja, ik ja. Mooi. Jodokus? Ja. Denk er goed om. Celnummer 10, Bakker. Moet het eerst bij. Ja, ja. Luister, jongens. Nog eens. De mensen die wij hopen te bevrijden, zijn onze kameraden. Hun leven is iedere dag in gevaar.
We hebben geval voor geval nagegaan wie we eruit zullen halen en wie niet. En hier mag niet van afgeweken worden, hoe moeilijk dat ook zal zijn. En nu het belangrijkste. Als iemand van ons ook maar eenmaal schiet, mislukt de hele overval. Want dan hebben we binnen een paar minuten de Weermacht van de overkant op ons nek. Kwart voor zes gaan we naar binnen. En half zeven moet iedereen er weer uit zijn. We hebben dus precies 45 minuten en geen minuut langer. Sterkte. We hebben allemaal in de KP veel van onze goede vrienden verloren. Vooral ook in Friesland en bijzonder in de laatste maanden. Laten we aan ze denken. Ze staan vanavond naast ons. Heer onze God, nu wij hier staan, vlak voor onze moeilijkste taak, komen wij u vragen ons te helpen. Wij geloven met de bevrijding van onze kameraden, ons land en ons volk te dienen. Wat wij gaan doen, kunnen we niet alleen volbrengen. Wij vragen u om uw zegen. Geef ons uw kracht. Help ons, God. Omderwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. 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 Half zes. Harry? Ja. Tienes? Ja. Harry, denk erom niet schieten. Alleen in uiterste noodzaak. Komt u naar de Piet. Wat hebben we nou? We willen alleen deze kamer nu gebruiken, dat is alles. Dat is voor een goede zaak. Kunt u naar een andere kamer gaan? Dan zullen we naar de keuken motten. Ja. Kom, vader, laat me nou niet alleen. Ja, nee. Ja, als hij vertrouwt, is dat je geworden zoveel. Ach, dat zou ik wel denken. Ja, je makkelijk praat. Ze zijn opgesloten. Licht uit, idioot. Chris. Ja. Jij. Ja. Kom, jongens. Direct verspreiden als je in de straat bent. Ja. De brein op tafel. Het raam. Jullie met de handgranaten bij dat raam. Ja? Mm-hmm. Je hebt de stengun beneden bij de buitendeur. Goeie. Denk erom, niet schieten. Alleen als ik het teken geef. Ja. Begrepen?
Gerard. Ja. Nu. Kom, Jan. Ik kom zo. Nu wij, jongens. Pas goed op jezelf. Dat zal ik doen. Het duurde niet zo lang. Het zit wel goed. Misschien bellen ze nog eens. Kop dicht. Nou, opschieten dan. Vos is er niet. Waar is Vos? Ik ben hier voor het eerst. Ik ook. Naar boven kijken. Breng ze in de kamer en hou ze in de gaten. Waar is Jellema? Misschien de cellen al. Maak de voordeur open en laat de jongens binnen. Openmaken, vlug. Wat is dat? Buitenlicht. Afblijven, idioot. Openmaken. Schiet op. Zo, en nou naar de administratie. Klaas, Frits, jullie blijven dus bij de buitendeur.
En wat er ook gebeurt, je gaat er niet vandaan tenzij ik het je zeg. Wim, jij met je mensen naar de cellenhal. Vos is nergens te vinden. Maar kan die kerel toch zitten? Werk. Vos is er niet. We moeten weten waar hij is. Waar is Vos? Geef je 3 seconden. 1. 2. In strafgevangenis. Wanneer komt hij terug? Met een paar minuten. Over de binnenplaats? Ja. Deur is in de administratie. Jongens, we gaan naar binnen. Dit is Gerard. Ja. Zodra jullie in de cellenhal zijn, direct naar de deur van de binnenplaats. Vos komt er binnen. Wees voorzichtig, hij is gewapend. Op zijn nek springen. Jodokus, ja. Voor alles bakker uit zal 10 halen. Komt Happy? Ja? De alarmbel. Reken maar. Denk om jongens niet schieten. Op hun nek springen. Klaar? Nu. Bewaker Jellema. Hebben ze vanmiddag opgesloten in cel 15. Wim. Meneer Bakker. Verrek. Wie we gaan. Eruit. Jellema. Nee, jullie niet. Lipperda? Ja, kom. De cel van Bakker is leeg. Wat zeg je? Ze hebben hem vanmiddag naar de strafgevangenis overgebracht. Achter je bureau zitten. Kom, schiet op. Dan doe je precies wat ik zeg, hè? Je belt de strafgevangenis en je zegt... er zijn hier 2 man van de SD. Bakker moet direct hierheen gebracht worden. Kom, schiet op. 2 man van de SD, hè? Hier, Koopman. Van de Verte. Er zijn hier 2 mensen van de SD. Bakker moet onmiddellijk hier naartoe gebracht worden. Hè? Huh? Dat zal ik even vragen. Waar het voor is? Verhoor. Voor verhoor? Laat ze maar wachten. Hou je aan de lijst, mannen. Niemand anders. Als jullie Vos te pakken hebben, dan blijf jij hier bij de deur. Ja. Bakker wordt door een bewaker uit de strafgevangenis hierheen gebracht. Ja. Handen omhoog. Pak ze wapens. Jullie vergissen jullie. Ik ben een goed vaderlander. Ik doe mijn werk zoals me dat wordt opgedragen. Van der Vechten, koopman. Nee, duurt het nog lang met Bakker? De SD begint ongeduldig te worden. Ja, schiet een beetje op en breng hem onmiddellijk hier. Support hier brengen. Meneer Bakker. Huh? Komt u mee?
Er zijn twee SD'ers om u te halen. Ik wacht wel even. Jullie zijn ingedeeld in 10 groepen. Iedere groep gaat aan een bepaald punt in de stad. Daar willen jullie overgenomen door anderen die je naar je duikadres brengen. Ja. En let nu goed op. Dit is je wachtwoord. Je zegt, weet u ook hoe laat het is? Ja. En dan antwoorden zij, het is de hoogste tijd dat we thuis komen. Ja. Ja. Begrepen? Ja. 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 Dit zijn de groepen. Groep 1. Jullie komen nu vrij, maar hou je precies wat onze mensen jullie zeggen. Hou jij hem in de gaten? Dan ga je kijken wat er aan de hand is. We kijken weer. Rustig mensen, stil. Aufmachen! Kom hier. Vlug. Twee SD'ers buiten de arrestant. We hebben nog 9 minuten. We laten ze binnen en begrijpen ze. En wat doen we met die mensen in de gang? Die moeten terug in de cellen al. Kom, kom mee. Jullie moeten even terug in de cellen halen. Kom vlug. Kom op, jongens, vlug. Kom, schiet. Zo gauw als ik het buitenlicht heb aangedaan, doe ik de deur open en grijp jij ze in hun lurven. En als ze schieten, dan geeft Frits de volle laag. Hij kan toch niet door jullie heen schieten? Hé! Hey, openpakken! Als we hem kapot maken, hè? Minstens 50 gevangenen worden uit wraak neergeschoten. Vooruit, breng hem naar binnen. Een bakker wordt in het strafgevangenis überführt. We wollen ons den bakker nog maar voorknüpfen. Bitte onzin. Ik wil aanrufen dat ze onderweg zijn. Ja, er kommt man her. Mit wem? Polizei? Was für Bullen. Der Mensch, wer sind Sie? Was ist los mit der Verbindung?
Bakker. We moeten opschieten. We hebben nog een paar minuten. Daar is iemand die u naar uw duikhotel zal brengen. Teunissen. Komt u bij de inspecteur. Kom, opschieten. Schiet op, joh. Kijk eens naar de klok. Het is geen storing meer. Dank je. Thank you.